In deze slijgvlog heb ik weer nieuwe repaints gemaakt, bouw ik mijn eigen slijgwinkel, heb ik een unboxing van zeldzame paarden en heb ik ook nog eens mega goedkope slijg gekocht. Dit paard was gewoon 50 cent. Dus heb jij nou heel erg veel zin in deze video? Doe dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Oké, als allereerste heb ik een paar paarden om te laten zien die ik nog niet in mijn collectie had en nu eindelijk heb kunnen bemachtigen. En dat zijn deze paarden, die had ik nog niet in mijn collectie. Jij herkent ze misschien wel of jij hebt ze al, maar ik had ze dus nog niet. En dit is dan ook een van de nieuwe paarden. En je kan het zien, het is een beetje een kastanjebruin paard. En volgens mij zat deze in een set met een hond. En dan deze. Dit is een beetje een dressuurpaard. En volgens mij heet het een Paso Fino. Maar ik vind dit model een beetje raar. Want kijk, hij is een beetje flexibel en hij voelt ook anders aan. Een beetje plasticachtig dan de andere slijgpaarden. Dus ik vind deze leuk omdat ik natuurlijk ook een verzamelaar ben. Maar ik vind hem niet echt van de beste kwaliteit. Welke ik dan wel weer heel leuk vind is deze. En dit is een Shetland pony. En deze is volgens mij heel speciaal. Want deze die heeft in een adventskalender gezeten. Maar hij ziet er ook echt leuk uit. En deze die lijkt er eigenlijk een beetje op. Want kijk, eigenlijk is het hetzelfde model. Maar die is een andere kleur. Ja, ik vind hem er een klein beetje wat neppiger uitzien. Maar ik vind hem wel super schattig. Want ik vind deze ponies echt heel leuk. En ik heb dan ook deze twee nieuw. Het is een Palomino Shetlander. Hij is gewoon heel erg lichtbruin. Een beetje lichtgelig. En deze bruine pony. Ja, die is een klein beetje beschadigd. Maar ja, dat maakt op zich niet uit. Dus mijn slijgverzameling is weer een stukje completer. En laat even in de reacties weten of jij deze modellen al wel had. Oké, misschien kennen jullie deze plek nog wel uit mijn andere video's. Dit is namelijk de plek waar ik mijn slijgwebshop bijhoud. Daarover zo meteen meer groot nieuws. Maar als eerste wil ik even vertellen dat ik afgelopen weken dus dan ook de grootste sponsor ben geweest van de Action en de IKEA. Want ik heb mega veel plastic dozen gehaald om mijn slijgwebshop opnieuw in te richten. Maar ik heb ook dozen gekocht om mijn eigen collectie opnieuw in te richten. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn slijgveuletjes. Dit is allemaal mijn eigen collectie. Maar kijk, zoals je kan zien, ligt het niet heel erg mooi in de doos. En deze ook. Ja, het staat niet allemaal heel netjes. Nu heb ik ze natuurlijk wel netjes in de doos gelegd. Omdat ik niet wil dat de beentjes gaan beschadigen. Dus ze liggen er wel netjes in. Maar ja, het staat niet mooi. Dus ik heb dan ook een nieuw doosje gekocht om de veuletjes er netjes in te zetten. En dat ga ik dan ook gezellig met jullie doen. Want dan kan je gelijk even meekijken in mijn collectie. Bak helemaal volgezet. En ik heb nog veuletjes over. Dus ik kom in een bak tekort. Kijk, het zijn er echt heel veel. En je kan ook zien dat ik heel veel veuletjes van dezelfde soort heb. Namelijk deze. Ik had een paar jaar geleden namelijk echt een hele rare verzameling. Want toen wilde ik van slijg dit veuletje. Het is een heel oud veuletje. En hij heet het Holstein veulen. Ik heb hier ook nog een doos met slijgveuletjes. En hier zie ik ze ook in zitten. Dus volgens mij had ik echt over de 20 van dit soort veuletjes. En ze zijn gewoon letterlijk allemaal hetzelfde. Kijk, hier staan er dus een paar. Gewoon letterlijk allemaal dezelfde veuletjes. Ja, nu verzamel ik ze niet heel actief meer. Als ik er eentje zie, dan koop ik hem nog wel. Maar zoals ik net al zei, heb ik dus heel veel geld uitgegeven bij de Action en de IKEA. Dus ik heb gelukkig nog een doos voor de veuletjes. En ik heb hier dus nog meer van diezelfde veuletjes gevonden. Dus ik denk dat het gewoon leuk is om al die veuletjes in één doos te doen. Ik heb gewoon de helft van zo'n doos gevuld met allemaal veuletjes. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. En dit is eigenlijk een neppe, want ik ben eens een keer opgelicht. En toen heb ik dus deze gekocht. En dit is dus een nep slijgveuletje. Maar hij lijkt dus heel erg op die andere, maar hij is dus nep. Maar ja, ik heb hem er toch wel bij staan, maar ik zal hem dus niet meetellen. Het is gelukt. Ik heb alle veuletjes in doos gedaan. En kijk, daar zitten ze. Dit is dus allemaal van mijn eigen collectie, wat ik dus in 10 jaar lang tijd zeg maar heb gespaard. En ja, die veuletjes nemen gewoon een halve bak in beslag. Maar ik heb nog ruimte voor nieuwe veulens. En ben je nou dus op zoek naar een speciaal veulen? Want ik heb er best wel een aantal dubbel. Nou, kijk dan even op mijn webshop, want ik heb weer een paar veuletjes aangevuld. En misschien kan jij dan nog een veuletje scoren die je zelf nog moet hebben in je eigen collectie. En kijk, nou kan je dus een beetje kijken welke veuletjes ik allemaal heb in mijn collectie. Het zijn er echt heel veel. Ik ben er wel heel blij mee. En dan is het tijd voor nieuwe repaints. Ja, ik ben weer druk bezig geweest. En dit zijn twee van de nieuwe repaints die ik heb gemaakt. Als eerste heb ik deze Shire Mary gemaakt. En dit paard het was dus als eerste wit. Maar die heb ik eigenlijk een lichtbruin kleurtje gegeven. Normaal gesproken heeft dit model ook echt nog roze vlechtjes in zijn manen. Maar die heb ik nu helemaal weggelaten. En er gewoon een mooi model van gemaakt. Ja, verder heeft het paard bruine ogen. En vind ik hem er echt heel tof uitzien. Ik heb deze dus gemaakt met de airbrush. En dan kan je dus heel mooi die schaduwen en die overgangen zien. En ja, ik ben best wel blij met het resultaat. Maar dat is natuurlijk niet de enige. Want ik heb ook nog deze gemaakt. En deze heeft wel een heel bijzonder verhaal. Want dit
Dit was een slijgpaard. En die was eigenlijk een beetje gevlekt. Maar die was heel erg kapot. Hij was echt super erg beschadigd. Dus ja, dat is helemaal niet leuk om te hebben. Dus toen heb ik hem geschilderd. En ik heb er deze kleur van gemaakt. In plaats van al die lelijke krassen en beschadigingen. Is hij nou mooi bruin. En heeft hij een wit voetje. En natuurlijk een bles. Ik heb er eigenlijk echt een beetje zo'n bruin sportpaard van gemaakt. Wat zo kan meedoen aan een springwedstrijd of zo. Kijk, het lijkt net alsof je deze zo bij een springwedstrijd kan zien lopen. Ik ben dan ook wel blij met het resultaat. En ik vind dat deze kleur ook echt wel leuk bij dit model past. Dat bruin met die zwarte manen. En als je een trouwe kijker bent, dan ken jij dit paard ook wel. Die heb ik laatst ook in mijn slijgvideo gemaakt. En dat was voor een challenge dat ik alleen een slijgrebeet ging maken met de kleuren zwart. Spoiler, dit is dus het eindresultaat geworden. En het was best moeilijk om deze kleur te maken. Want ik ging dit voor het eerst op deze manier doen. Maar het is dus gelukt. En wil je nou weten hoe ik dit heb gemaakt? Nou, dan moet je zeker even die video kijken. En dan heb ik ook nog een super schattige Shetlander gemaakt. Oh, ik vind dit denk ik wel een van de meest schattige rebeets die ik ooit heb gemaakt. Hij heeft hele schattige zwarte beentjes en ook een heel mooi zwart neusje. Dat staat zo schattig en hele lieve donkerbruine oogjes. En oh, ik vind hem echt zo schattig. Dus laat even in de reacties weten wat jullie van deze nieuwe repaints vinden. En ik denk zelfs dat ik deze drie op mijn webshop ga zetten. Want ik heb inmiddels zoveel repaints en ik kan ze echt niet allemaal houden. En jullie vinden het ook super leuk om een repaint van mij te hebben. Ik zou zeggen, kijk even op mijn webshop of ze erop staan. En ja, ik kan helaas niet al mijn repaints houden. Maar ik ben wel ontzettend blij met deze paarden. En nog weer superleuk nieuws, want ik heb weer een aantal slijgdekentjes gemaakt. Deze staan dus ook vanaf nu weer op mijn webshop. En wees er snel bij, want de dekentjes zijn altijd super populair en mega snel uitverkocht. En omdat het zoveel tijd kost om een dekentje te maken, heb ik er niet veel. Ik heb ze vooral gemaakt in deze kleur. Dat is namelijk blauw en hij heeft een blauw-wit randje. Maar in deze lade bewaar ik dus al mijn kleurtjes die ik gebruik om dekentjes te maken. Dus heb jij nou graag een kleur waarin jij een dekentje wil zien? Laat het even weten in de reacties. Oké, we gaan door naar het volgende onderdeel van deze video. En dat gaan jullie super cool vinden, want ik was hier ook heel blij mee. Oké, eind april was het Koningsdag. En de Nederlanders die weten wel wat voor dag dat is. Nou, voor de Belgen die dit dan kijken. Op Koningsdag dan gaan we allemaal de verjaardag van de koning vieren. En de een doet dat door te feesten. Maar er zijn ook heel veel vrijmarkten in Nederland. Dus eigenlijk rommelmarkten en waar je dus allemaal tweedehands spullen kan kopen. En met een beetje geluk kan je dus ook slijg vinden voor super goedkoop. En het is echt niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel slijg op Koningsdag gevonden. Ik zal het even voorzichtig laten zien. Kijk hoeveel hier staat. Mijn halve kamer staat vol. Ik vind de Koningsdagmarkt echt super leuk om op zoek te gaan naar slijg. Maar er zijn ook jarenlang geweest dat ik niks heb gevonden. Dit is echt voor het eerst in mijn hele leven dat ik zoveel slijg op een rommelmarkt heb gevonden. Dus even een disclaimer als je dit kijkt. Je kan bijna nooit slijg vinden op een rommelmarkt. Oké, ik ga jullie niet langer in spanning houden en even vertellen wat ik voor dit alles heb betaald. We beginnen hier. Ik had dit hele setje had ik bij één kraampje gevonden. En deze set die was dan ook 9 euro. Dit helemaal bij elkaar met die hekjes en die twee paarden en het dekentje en poppetjes. En sommige dingetjes die heb ik dan wel dubbel. Maar ja, het is natuurlijk het leukste om het in setje te kopen. En dit poppetje, dat had ik ook nog helemaal niet. Nou, dus 9 euro voor deze set is natuurlijk helemaal niet zoveel, maar het wordt nog beter. Dit was ook een complete set die ik had gekocht. En deze mensen die wisten echt wel wat slijg was. Want kijk, ze hebben het hier ook in een zakje gedaan. Dit is een hele horse agility set. En die was nu 15 euro. En volgens mij kost die nieuw 30. Kijk, dit zat er dan allemaal een beetje in. En de paarden die waren volgens mij 5 euro. En dat is deze. En kijk, deze is op zich best wel beschadigd. Maar die kan ik natuurlijk wel weer gebruiken voor een repaint. Kijk, deze ook. Die was 5 euro en best wel beschadigd. Maar ja, voor repaint is dit best wel leuk. En totaal was deze set bij elkaar 32 euro. Dan heb ik hier alles wat ik ook bij één... Oh, sorry, giraf. Ja, dit had ik ook allemaal bij één kraampje. En er zitten geen paarden tussen. Maar ja, dit zijn gewoon ook super mooie dieren. En deze set bij elkaar was volgens mij 12 euro. Dus dat was echt super goedkoop. Kijk ook hoe mooi deze olifant is. Oh, die had ik nog niet. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, ik verzamel natuurlijk eigenlijk vooral de paarden. Maar als je zulke dieren voor zo'n lage prijs kan kopen van slijg, dan is dat natuurlijk echt heel leuk. Dan had ik hier een tijger en een cheetah of zoiets. En die waren 50 cent bij elkaar. Deze dino van slijg, die was ook 20 cent. Hier nog een olifant, een neushoorn, daarachter een beer en een nijlpaard. Kijk hoe leuk die eruit ziet. Maar dit setje bij elkaar was 7 euro. Ook echt super goedkoop. Deze kat, die had ik gekocht voor 50 cent. Deze eekhoorn, die was 20 cent. Deze jaguar, als ik het goed zeg, die was 10 cent. Hier een heel klein biggetje, die was 20 cent. En deze wasplaats met het poppetje, die heb ik gekocht voor 5 euro. Dan heb ik ook deze boom van slijg. En ja, hij is niet helemaal compleet meer, want kijk, daar mist hij een onderdeel. Maar deze was 40 cent. Dus die kan ik natuurlijk wel leuk bij de slijgmanege zetten. En dit paard was gewoon 50 cent. 50 cent voor een slijgpaard. Echt zo super cool. Ook wel een heel klein beetje
beschadigd op zijn rug. Dus misschien dat ik hem gebruik als repaint. Maar ja, dat is gewoon super goedkoop. Dus dit alles bij elkaar was nog niet eens 50 euro. En als je dit in de winkel zou kopen, nou, dan is het echt wel een stukje duurder. Dus ja, dit is mijn buit. En laat zeker even in de reacties weten of jij ook iets van slijg hebt gevonden op de Koningsdagmarkt. Kijk, ik had net een slijg-eekhoorn. Maar ondertussen is er gewoon een echte eekhoorn in onze tuin aan het eten. Oké, voordat ik jullie de grote veranderingen van mijn webshop ga laten zien, heb ik nog een kleine unboxing met super zeldzame slijgpaarden. Ik had stiekem de doos al geopend, want ik kon niet wachten. Ja, dit zit er ook in, maar dat is eigenlijk een spoiler voor de volgende slijgvideo. Dat zijn namelijk de 4 nieuwe hindernissen van slijg, maar die ga ik niet in deze video openmaken. En dan is het nou gewoon één grote grabbelbox en hier zie ik er dus al eentje. Oh, ja, het is een nieuw exclusieve paard. Ja, je ziet het hier staan. Oké, elk jaar brengt slijg wel exclusieve paarden uit en het zijn dus hele zeldzame en speciale paarden die je dus niet op elke plek kan kopen. Maar ik heb dus geluk, want Otte Speelgoed, die mij wel vaker de slijg items geeft, die heeft dus de exclusieve paarden. Dus we gaan maar beginnen met deze. En deze die lijkt zelfs een beetje op Uraya. Ta-da-ta-ta! Oh, wow! Wow, die hebben ze echt hele toffe kleuren gegeven. Kijk! Oké, hij lijkt niet helemaal op Uraya, want kijk, hij heeft niet een wit stipje zoals Uraya dat heeft. Kijk, je kan dus ook zien dat het een speciaal paard is, want daar staat hij dan bij exclusief. Maar ik vind dat ze eigenlijk de kleuren van dit paard heel mooi heeft gedaan. Kijk hoeveel schaduw erop zit. Volgens mij is dit paardje origineel ook zwart. En dan vind ik het ook super leuk om hem nou eens in een andere kleur te zien. Maar deze die krijgt wel een duimpje van mij omhoog. Deze ziet er goed uit. We gaan weer door in de grabbelbox. En ik heb hier een paard. Oh, wat is het voor paard? Hij is zwart-wit geplekt. Oh, dat ziet er top uit. Ta-ta-ta-ta-ta. En oh, kijk. Huh? Dat etiketje dat zit aan zijn achterbeen. Kijk, hier zo. En meestal zit het net zoals bij dit paard aan het voorbeen. Maar hier dacht Slijg, ah boeien, we doen het gewoon aan de achterkant. Oké, wauw. Ik vind het vachtpatroon van dit paard vind ik er wel heel cool uitzien. Kijk, je ziet het ook op de camera. Hij heeft echt hele mooie vlekken. Ik vind dat zwart-wit heel tof gedaan. En dat dan ook een beetje van die lichte manen zijn. En het neusje ziet er ook super schattig uit. Maar toch op een of andere manier vind ik deze er een beetje plasticachtig uitzien. Ik weet niet of je dat echt zo goed kan zien op de camera, maar de vlekken die glimmen een klein beetje. En daardoor lijkt hij een beetje alsof hij van nepslijg is, maar het staat wel op de achterkant. Ja, hij is echt van slijg. Maar misschien heb ik dan weer zo'n pechgevalletje dat deze wat meer glimt dan de andere paarden, want ik vind wel dat het vachtpatroon van deze er heel cool uitziet. Dus deze die krijgt dan ook wel een duimpje omhoog, maar ik vind deze nog wel steeds de mooiste. Maar volgens mij moet er dus nog een exclusieve paard in zitten. En ik voel hier wat. Ja. Oh ja! Ja! Deze! En hoppakee. Oh, wauw. Ja, deze is wel weer mooi gemaakt, hoor. Kijk, dit is hoe die eruit ziet. En volgens mij is dit model officieel is die zwart. En heeft Slijg er nou een lichtbruin tintje aangegeven met zwarte manen. En zo te zien heeft hij geen blesje of witte voetjes. Maar misschien hoort het ook wel niet echt bij dit paardenras. Want het is dus volgens mij een Spaans paardenras. Hij glimt ook wel een klein beetje. Maar ik vind het wat minder erg dan bij deze. Want deze lijkt bijna alsof die van nepslijg is. Maar dat is natuurlijk niet zo. En deze die heeft dan wel een mooie soort glim. En bij dit paard heeft Slijg de schaduwen ook heel erg mooi gemaakt. Want die ogen, hij lijkt gewoon echt super schattig. Alsof het gewoon een veulentje is of zo. Dus nee, ook deze die krijgt dus voor mij een duimpje omhoog. En dan is de grabbelbox leeg. Ja, dat zijn de nieuwe exclusieve paarden van Slijg. Er moet dus nog een vierde exclusieve paard zijn. En dat is deze Curly Mary. Maar op een of andere manier kan ik deze echt nergens vinden en nergens kopen. Dus Slijg heeft het model waarschijnlijk nooit geproduceerd. Want ik kan het nergens vinden. Dus ik denk dat het nu dan ook blijft bij deze drie exclusieve paarden. En ik vind ze er ja, zo in totaal toch echt wel tof uitzien. En er zijn dus maar heel weinig winkels die deze paarden hebben. Omdat ze dus super zeldzaam zijn. Maar gelukkig heeft Otte Speelgoed dus deze. Dus dat is heel speciaal. En kijk dan even ook op hun website of bij de link in de beschrijving. En dan kan je daar de paarden vinden. Ja, ik vind ze echt heel tof. Ik vind dat Slijg het echt heel goed heeft gedaan dit jaar. Dus complimenten naar Slijg. En ik vind dan ook deze denk ik de mooiste. Dus laat even in de reacties weten wat jij het mooiste exclusieve paard vindt. En dan gaan we weer verder. Misschien is het nog wel leuk om dit paardje aan Bunny te laten zien. Want hij lijkt wel een klein beetje qua kleur op Bunny. Kijk eens, Bunny. Oh, dat ging wel heel snel. Ik was niet eens voorbereid. Kijk, wat vind je van dit paard? De camera was nog niet eens scherp of je kwam al eruit gevlogen. Hé, wat vind je ervan? Hij is exclusief. Hij lijkt wel een beetje op jou, hè? Oh, nee, nee. Je moet hem niet slopen, want hij is heel zeldzaam. Ah, ik vind het wel lief dat Bunny ook echt een kusje aan het neusje van het paard geeft. Maar kijk, ze lijken zo wel een beetje op elkaar.
Kijk, zoals jullie kunnen zien ben ik weer op zolder. De plek waar ik dus mijn eigen slijgwebshop heb. En ik heb natuurlijk een tijdje geleden verteld dat ik ga stoppen met de slijgwebshop. Oké, ik zal het gelijk maar even zeggen. Ik ga niet helemaal stoppen, want achter de schermen ben ik super druk bezig met een nieuwe slijgwebshop. En op die webshop komen natuurlijk nog veel meer paarden en alle paarden waar jij naar op zoek bent. Dus de slijgwebshop die er nu is, die gaat inderdaad stoppen. En er staan nu op mijn webshop nog steeds een paar paarden online. Het zijn echt de laatste stukjes, wees er snel bij. Want achter de schermen zijn wij hier thuis super druk met de nieuwe webshop. En ik kan wel een kijkje achter de schermen geven. Mijn ouders hebben me super goed geholpen. Waardoor het hier nou echt gewoon een super leuk magazijn is geworden. En zelf ben ik achter de schermen heel druk bezig met het bouwen van de webshop. Het ziet er nu al super tof uit. Dus ik wil jullie gewoon een kijkje geven achter de schermen. Mijn webshop heb ik al een keer eerder laten zien achter de schermen. Maar toen had ik een campingtafel en een campingstoeltje. En nu hebben we het een upgrade gegeven. Ik heb nu een eigen bureautje. Die hebben we helemaal gekocht bij de IKEA. Ja, we zijn echt super veel naar de IKEA geweest om mijn webshop helemaal op te knappen. En we hebben ook een heleboel voorraaddozen gehaald. Waar ik dus al mijn tweedehands slijgpaarden in kan doen. En ja, we zijn echt super goed geslaagd bij de IKEA. Maar goed, hier is dus mijn bureau waar ik dus al jullie bestellingen verwerk. Daar wat accessoires die ik altijd nodig heb, die staan er voor de sier. Ik heb hier wat fanmail opgehangen. En er zit dus ook gewoon een lade in dit bureautje. En hierin zitten dan ja, allerlei leuke dingetjes die ik bij jullie bestellingen kan doen. Stickervellen, kaartjes, kleine kaartjes, fanmailkaartjes, stickertjes. En bij elke bestelling doe ik natuurlijk ook een slijgboekje. En die staan hier zo heel mooi. Dus als jij slijg bestelt en het past in een pakket, dan staan hier alle boekjes. En hier staan ook een heleboel ladekastjes met van alles en nog wat. Volgens mij zitten hierin een paar van die poppetjes. Ja, kijk, allemaal van die ruiters die zo kunnen zitten. Die dan zitten op hun paarden. Kijk, tadaa. En hier heb ik een lade en daar zitten alle staande poppetjes in. Kijk hoe leuk. Dus als je een staand poppetje zoekt, dan heb ik die dus ook. Nou, hier heb ik kettingjes en sieraden en die heb ik vooral op evenementen te koop. En ik moet eigenlijk nieuwe bijmaken, want ik maak alles zelf. Maar kijk, heel veel is al op en leeg. Dus ik moet eigenlijk weer nieuwe maken, want jullie vinden de kettingjes blijkbaar super leuk. En dit is volgens mij het kastje waar ik voornamelijk de zeldzame en exclusieve paarden heb staan. Of paarden uit setjes. Kijk, hier staan er een paar. Dus mocht je nou ook slijg verzamelen en nog een paar paarden niet hebben, nou dan kan het dus via mijn webshop. Kijk, deze is bijvoorbeeld ook best wel zeldzaam, want die zat in zo'n set met een stal. En even een disclaimer, ik verkoop niet de paarden uit mijn eigen collectie, want ik verzamel ze zelf natuurlijk ook. Maar alle paarden die ik dubbel heb, ja, ik spaar al 10 jaar lang slijg. Dan heb je in de loop der jaren echt vet veel slijg dubbel. Dus al mijn dubbele paarden, die verkoop ik dus op mijn site. Er zal wel een moment zijn dat je even helemaal geen slijg meer kan kopen, want dan moet ik de webshops gaan omzetten. Dus ben je nog echt op zoek naar een specifiek paardje? Nou, koop dan echt gauw via mijn webshop, want het kan zo zijn dat over 2 weken mijn webshop echt gestopt is. En dat dan, ja, dan ben ik dus echt bezig met het overzetten van de nieuwe. In deze lade zitten wat dingetjes van mijn eigen collectie, tuigjes en zo. Maar ik heb hier ook een lade met veulentjes. Kijk nou hoe schattig. Een hele collectie met allemaal slijgveulentjes. Sommige heb ik ook echt heel veel. Kijk die kleine pony, hoe vaak ik die wel niet heb. Dit is ook een veulentje wat heel erg lijkt op Uriah. Dus echt super leuk. En dan heb ik hier ook nog een paar belangrijke dozen. Maar je kan het hier al zien. Hierin zit voornamelijk al mijn verpakkingsmateriaal. Ik recycle heel vaak verpakkingsmateriaal. Dus ik krijg van het dierenpark waar ik werk, krijg ik heel vaak ja, van wat bubbeltjes plastic. En dat neem ik mee naar huis. En dat mag ik dus gebruiken voor mijn pakketjes. Dan in deze doos hebben we heel veel enveloppen. Kleine enveloppen voor slijgpaarden, maar ook de grotere enveloppen voor de polo's. En in die dozen daaronder, daar staat het allerbelangrijkste. Al mijn slijgpaarden die ik dus dubbel heb en die ik dus op mijn webshop ga zetten. Of ze staan er al op. Of ik neem ze mee naar evenementen. En kijk hier allemaal Falabella ponies. Maar ook de Fjordjongens, die komt weer terug op mijn webshop. Kijk hoe mooi deze eruit ziet. Maar ik heb ook deze Trakenner, Arabier Maddie of die Trakenner. Ja, het ziet er echt heel leuk uit. Het lijkt net gewoon een echte webshop. Nee, dat is het natuurlijk ook, maar dan helemaal zelf gemaakt. Dus tadaa, vergeleken met de vorige video uit oktober of november heeft mijn slijg webshop dus echt wel een upgrade gehad. Behalve dus de echte ja, webwinkel, want die is nog niet klaar. Dus abonneer op mijn kanaal, want zodra ik een video plaats over mijn nieuwe webshop, nou dan ben je als eerste op de hoogte. En ik hoop natuurlijk dat jullie deze slijg video leuk vonden. Een keer een iets andere soort slijg video vlog dan normaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even in de reacties weten wat jij van deze vlog vond. Laat even weten wat jij het leukste onderdeel uit deze video vond. En doe natuurlijk sowieso een duimpje omhoog bij deze video. Abonneer op mijn kanaal voor nog veel meer slijgvideo's. En dan hoop ik jullie natuurlijk te zien op mijn webshop en in de volgende video. Doei doei!